staalman van de werf. Mijn man die is Roderick staalman van de werf. Voor de nieuwe onder ons die het nog niet wisten. Het is vandaag dus zondag 15 december. Het is net 14:15 geweest in de middag. En ik ga vandaag een knutselvlog voor jullie opnemen. Roderick is dus met de hondjes nu uit. Maar die heeft ook nog het een en ander te doen. En ik ga mijn setting klaarmaken. Want ik weet niet hoe ik het wil hebben. Dus dat moet ik nog even bekijken. Hoe ik het ga hebben. Maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier. Hey! Een hele goede dag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe knutselvlog. Ja, ik ga gewoon eens een keertje een leuke knutselvlog weer voor jullie opnemen. Maar waarom? Ik ben dus namelijk gevraagd door Marijke en Bianca van de Rijkjesbrand om dus een leuke knutselvlog weer eens op te nemen. Want hun willen eens een keertje gaan knutselen met de twee jongens. Dat is dus Dani en Kato. Ja, moet ik het niet vergeten. En dus ja, ik ga gewoon een leuke knutselvlog gaan voor jullie maken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. En ook voor de andere ouders. Nou, ja, ik heb wat spulletjes erbij gepakt. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik zal het even laten zien. Ja, hartstikke idee. Kijk, ik heb wat dingen bij elkaar gepakt. Hartstikke idee. En ik zou zeggen, we gaan gewoon gezellig beginnen. Ja, ik heb hier een canvasdoek. Daar kun je ook heel veel mee. Ik ga het zelf nou niet doen, maar voor de ouders die dit kijken, kunnen jullie dat wel doen. Wat je dan nodig hebt, dat is een hele mooie canvasdoek, doekje of een hele grote doek. En dan wat je dan nodig hebt, dat is een kwast en verf naar keuze. En wat je dan kan doen, dat is de hand van je kind inschilderen met de kleur, wat het dus al zijn, naar keuze. En dan mooi zo doen. En dan, ja, dan kun je wel weer leuke dingetjes erop doen. En dan heb je dus gewoon de hand van je kind op het doek. Nou, wat is het mooiste daaraan? En dan kun je hem gewoon weer mooi versieren met knoopjes of andere leuke gekkigheid. Of ja, met glitter. Ga zo maar door. Dus ja, ik heb dat. Ja, daar is eigenlijk al. Dat is ook gewoon weer een idee van mij. Ik doe het zelf nu niet, want dat heb ik graag geen zin in. Maar voor de, hè, wat ik al zei, dat kan allemaal. Nou, ik heb niet heel veel nu gepakt, maar ik heb wel wat andere leuke dingetjes. Een wc-rolletje. Daar kunnen we ook heel veel mee doen. Ja, ik ga hem even zo doen. Een beetje vouwen, zoals je ziet. En ik heb een schaar. Met kinderen pas op met en met de schaar, hè? Maar ik denk wel dat jullie dat weten. En anders kun je dat zelf ook even knippen. En dan kun je dus leuke dingetjes meemaken. De groottes, diktes, ja, maakt allemaal niet uit. Zo, nou wat ik ga dus nu maken, dat is een ster. Ja, ik heb hier een verfpalet. Ik ga het gewoon lekker simpel houden. Lekker geel en groen. En anders lekker een beetje hutselijk qua kleuren, ook leuk. Alles kan. Zo. Nou. Ik ben blij dat ik, ja, wat ik ook nog aan wil raden, als je gaat knutselen en je bent heel zuinig op je tafel, doe even succulent eroverheen. Of eventjes, nou ja, deze heb ik dan bij de Action verkocht, dus dat is ook lekker veilig. Nou, ik ga er eerst even lekker verven. Nou, dat is mooi geel. Mooi geel is niet lelijk. Zoals je ziet, het is een mooi film. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar ik probeer mijn best te doen. En ook ja, dit kun je gewoon weer vastplakken op een canvasdoek. En ook dit kan dus gewoon een kind schilderen. Hartstikke leuk, lekker bezig.
En je kan ook zelf lekker meedoen. Heel mooi geplaatst hier, dus ik doe hem lekker daar even op. Ja, en ik heb nou geen andere. Gewoon eventjes om mijn kwast schoon te maken. Ik doe deze nog even in. Zo, voor de midden. Zo. Dat niet helemaal, maar ja. Dan pak ik mooi groen. Lekker aardappelkleurtje, groen en geel. Helemaal geweldig. En hoe je dit ook vast kan maken, dat is gewoon met een niet-machine. De keuze naar wat jij zelf wil. Nou, en dan heb ik er dus nu al twee gedaan. Dan kom ik zo meteen weer bij je terug. Nou, daar ben ik dan weer even bij jullie terug gezellig. Ja. Zoals je ziet heb ik het dus geverfd. In geel en groen en een beetje de aardappelkleur. Nou, ik heb ook niks voor niks een mooie canvasdoek meegenomen. Nou ja, daar kun je ook dus weer leuke dingetjes mee doen. Ik weet nou niet of ik lijm mee heb genomen. Deco Blue, los. Ja, dit is dus lijm. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en ik heb nog een keertje vastkooprijtjes. Die kun je gewoon kopen en bij de Action. En nee, ik word daar niet voor gesponsord. Nee. Dan heb je ook heel veel mooie kleurtjes. En ook dit kun je doen op de wc-rolletjes. Kun je ook mooie kleuren met wasco. Maakt allemaal niet uit. Nou, ik ga wat leuks doen. Ja. Ik wil gewoon dat jullie even kijken. Kijk, en dat is. Zo, nu kunnen jullie lekker meekijken met wat ik ga doen. Dat is ook erg leuk. Ja, en toen brak hij in tweeën ook erg handig. Ja, nou, dan kun je dus andere leuke gekkigheid uithalen. Nou. Of zo.
bij het beste, of niet? Ja, dat had ik wel gezien. En zo kun je dus de hele tijd helemaal mooi bezig zijn en ik heb nog helemaal mooie kleurtjes. Ik kan het zo gek niet bedenken of ik heb het eigenlijk wel. Nou, dit kun je dus mooi met je kind gaan doen. Ook nog vele mooie kleurtjes. Dus ik kom zo bij jullie. Nou, kijk, dan heb ik dit al heel mooi gedaan, vind ik zelf. Maar wat doe ik dan? Ik begin dan weer. Ik heb dit een beetje kunnen zien. Dit even hier. Dan begin ik hier. Nou, daar ga ik maar weer even mee door. Ja, nou, daar was ik alweer even. Ja, we gaan hard, we gaan hard, we gaan hard. Ja. Wat zeg ik, we gaan heel erg hard. En dan denk ik en dat wc-rolletjes ook zo'n ding weer klaar zijn. Daar weer mee verder. Eens even kijken. Ik moet wel even een goede kleur wezen die opvalt. Lijkt mij wel erg handig. En alleen maar om blauw te gebruiken lijkt me ook niet handig. En groen heb ik al heel veel, momenteel. Grijs ook, eens even kijken. Dan gaan we denk ik voor de paarse.
Zo. Dan pak ik mooi geel, want dat valt mooi op, hoop ik toch. Tussen de mooie rode letters. Dan kan ik zo weer vinden. Even laten zien wat het is geworden. Nou, jullie hebben het ook wel denk ik een beetje gezien. Maar ook dat kun je dus weer vele malen mooier maken. Vanzelf weer met andere leuke dingetjes. Zoals een beetje opvuren. Dat is een bekijking. Wat we erbij kunnen doen. Ja, en de honden die denken gelijk waarschijnlijk en dat is wat lekkers krijgen. Haha. Is goed zo voor moes. Ja. Mooi. Katierlijm. Dat heb ik al nog aan jullie laten zien. Een mooi vlindertje. Lijm doen. En ik eet die dus ook weer. En hij is mooi. Opplakken als het blijft plakken vanzelf. Een mooi blad. Nee. Handig. Zo. Mooi schulpje. Laat dus nu even niet plakken wat ik wil, maar oké, komt wel. Pak ik gewoon even iets meer bij. Laat het wel plakken. Hoop ik, toch. Ik wil niet dat ik wil draaien. Nou, gaan we deze nog even doen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken, je kan het gewoon zo mooi maken als je zelf wil. Met je kleintje. Of dat je alleen bent, dat je gewoon even lekker wil knutselen. Alles kan. Nou,
los. Nou, laat die weer lekker los in die kant. Het gaat lekker zo. Ja, helemaal geweldig. Je hebt toch nooit altijd iets dat het gelijk wil. Nou, daar ben ik dus weer. Ja. Ik heb dus deze, de lijn. En ik heb hier een kwastje. Ja. Als het niet wil, blijft plakken. Geeft niet, maakt niet uit. Ik kan hem altijd nog weer met een niet-machine doen. Hij is aardig droog, dat je wel kan zien. Kijk, en dan doe ik het zo. Lijn. Daar, lijn. Dit is wat deco glue. Deco lijn. Zo. 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 Die zit dus al geplakt, die twee. Alleen dat is weer drogen, hè? Kijk, die kant. En die zit droog. Mooi. Lijn weer pakken. En dan kan ik deze erin leggen. Zo. Dan maar weer even twee groene, dat maakt niet uit. Je hebt kansen nog niet goed hecht. Die kans heb je altijd. Zo, nog deze kant ook nog even. Zo. En dan gaan we het tegen elkaar aanplakken. En wat krijg je dan? Een hele mooie ster. En je kan er dus ook nog aan de binnenkant schilderen. En je kan er dan een heel mooi koordje aan hangen. En dan heb je dus een hele mooie ster. Of je kan er nog wat glitters op doen, et cetera. Je kan er van alles mee doen. Zo, ik knijp hem nog een beetje bij elkaar. Als handig. Zo, ik heb eventjes een kleine dingetje gepakt. Eventjes zodat jullie kunnen zien met hoe en wat ik bedoel. Even hier dus een mooi knoopje maken. En dan ga je dus ophangen. En nou ja, dan is het jou. En dan is het aan jou hoe jij het verder wil afmaken. Dus ik zou zeggen, heb je een vraag?
stel ze gerust even hieronder in de comments. En dan kan ik misschien weer eens een keertje een leuke andere knutsel vlog maken. En wil je wat anders zien, ook goed. En ja, zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer bij een nieuwe knutselvlog. Dankjewel. Doei!